En door jou heeft de energie zich in mij geopend met de vrouwen in België, of de energie van de vrouwen in België. And for me, the energy of Belgium and all women who live there is very hearted. En voor mij is de energie van de Belgische vrouwen zeer hartelijk. Yes, because I feel that a lot of women in Belgium has a very big loving heart. Want ik voel dat de vrouwen in België, heel veel vrouwen in België, een groot liefdevol hart hebben. And your hearts want to pray. En jullie harten willen bidden. And your hearts want to love. En jullie harten willen lief hebben. Your hearts want to protect. Jullie harten willen beschermen. And bring the harmony to this world. En harmonie brengen in deze wereld. The energy of Belgian women is very special. De energie van jullie Belgische vrouwen is heel speciaal. And already now I feel like my heart is opening more and I want to hug you all. En ik voel nu al dat dat mijn hart zich nog meer wil openstellen en dat ik jullie allemaal wil omhelzen. And let's do this movement, this small ritual, like you are trying to hug all women in Belgium. Laat ons dit ritueel even doen alsof je alle vrouwen in België zou willen omhelzen. If you want, you can close your beautiful eyes for a second. Als je wil, je mag je ogen voor een seconde even sluiten. Listen your heart beat. Luister naar je hartslag. And brightly imagine in your heart all women, all people whom you love. En stel je voor in jouw hart, stel je alle mensen waarvan je houdt in jouw hart voor. Listen your heart beat. Luister naar je hartslag. And gratitude, your heart, your soul, for bringing you today here. En wees dankbaar aan je hart en aan je ziel omdat zij ervoor gezorgd hebben dat je hier vanavond aanwezig bent. And now make and heal. En adem nu in. With exhale, open your eyes. Terwijl je uitademt, mag je je ogen open doen. Thank you very much. Dank je wel. And my dearest, if you hear me good, if you see me good, please put two pluses into our chat. Lieve vrouwen, als je me heel goed hoort en kan zien, wil je twee plusjes in de chat zetten? Alsjeblieft. Very good. Wonderful. And if you feel now connection with your heart, with your soul, it means that you have a very special destiny. Als je nu een healing kan doen met je hart en met je ziel, betekent dit dat je een hele speciale opdracht hebt. The destiny to be alive in your soul. De opdracht om levend of leven te brengen in je ziel. And to help other people at this planet. En om andere mensen op deze planeet te helpen. Before we started, you saw some videos. Voor we begonnen zijn, hebben jullie enkele video's gezien. And one of the video was about a situation in Mexico some years ago. En een van de video's ging over een situatie die zich voordeed in Mexico enkele jaren geleden. When they were need a help to many children after the earthquake, to many people. Waar heel veel kinderen en ook andere mensen een hulp nodig hadden na een aardbeving. Every day in this world there are a lot of people who suffer from different life situations. Elke dag zijn er heel veel mensen in deze wereld die lijden onder verschillende soorten van omstandigheden. And during my whole life I'm trying to be in such kind of situations to help these people. En ik probeer al mijn hele leven om deze soort mensen in deze moeilijke omstandigheden te helpen. Because when I do this charity, the charity is my lifestyle. Dit soort van liefdadigheid is eigenlijk mijn manier van leven. I feel that my life is given by God with very high reason, very high sense.
Ik voel dat de reden dat ik leef of dat God mij geroepen heeft voor een heel speciale reden. That my life is given to me in this planet, not just to live with the regular life, just to live, to eat, to sleep. Dat ik niet op de wereld ben gekomen om een gewoon leven te leiden en eten en te eten en te slapen. But my life have some sense, have some reason why I am here. Maar er is een reden waarom ik hier ben. And when I received your questions, I was so happy to find the same questions from you. En toen ik jullie vragen kreeg, was ik zo blij om te horen dat jullie met dezelfde soort van vragen worstelen als ik. Because many of you asked how to realize my mission, who understand who am I? Want velen van onder jullie hebben gevraagd, hoe kan ik mijn missie realiseren? Now I ask you very much your help. Nu heb ik jullie hulp nodig. Because now we are communicating through internet, but I'm shaman and I used to see your eyes. We communiceren nu via internet en ik ben gewend om, ik ben een shamaan, dus ik ben gewend om jullie ogen te zien. I ask you to write me in the chat and I will feel your response. Ik vraag jullie om mij in de chat, iets te sturen en ik zal jullie antwoord lezen. Mm-hmm. And when I look at your reactions in your chat, this like spirit look through my eyes to you. Als ik naar jullie reacties kijk in de chat, dan is het eigenlijk de spirit die door mijn ogen kijkt en deze reacties leest. And we will have this good communication during the webinar, okay? En we zullen een goede communicatie hebben tijdens het webinar, okay? If you agree to help me, please put plus or this sign. Als jullie bereid zijn om mij te helpen, zet dan een plusje in de chat of de duim omhoog, mag ook. Oh, so many pluses, okay. If you put more than one plus, it means that you have a lot of energy. Als je meer dan één plus zet, betekent dit dat je heel veel energie hebt. Mm-hmm. Yes, wow. Okay, very good. And also, you are now with me in my shamanic temple. Jullie zijn nu samen met mij in mijn shamanse tempel. Because around me, from the right side, from the left side, you can see a lot of spirits. Samen met mij, zowel rechts als links, kunnen jullie een heel wat spirits zien. These are spirits helpers. Deze zijn spirituele helpers. And during the webinar, they will also help you. En tijdens het webinar zullen ze ook jullie helpen. Yes. And today I specially put my spirits, like you can see here. Ik heb vooral de spirits die jullie hier kunnen zien. This is the spirit of dragon. Dit is de draken spirit. And the spirit give the special super abilities to feel deeply their life mission of each person. En deze spirituele helper geeft aan, of helpt mij om heel diep te gaan voelen wat de levensmissie is van ieder persoon of iedere deelnemer. And also the spirit of sun will help us. En ook de spirit van de zon zal ons helpen. Because now we start be in the very special astrological time period. Omdat we nu een heel speciale astrologische periode binnengaan. And from today till 21st of December, we have just 1 month. En vanaf vandaag tot 21 december hebben we net nog 1 maand te gaan. And we will prepare for the most important time, the most important date in a year. En we zullen ons voorbereiden op de belangrijkste dag van dit jaar. This is astrological new year. Dit is het astrologische nieuwjaar. Mm-hmm. Please, could you put plus if you're familiar with what I'm talking about? Kunnen jullie een plusje in de chat zetten als je verstaat of begrijpt waarover ze het heeft?
Okay, thank you very much. And if you're not familiar or you don't know what does it mean astrological new year, please put minus. En als je niet begrijpt wat astrologisch nieuwjaar betekent, mag je een minnetje zetten. Mm-hmm. Because our ancestors, they knew that this powerful period is the best time if we want to materialize our wishes. Onze voorouders wisten dat dit de beste periode was om onze wensen te realiseren. Wow, I saw a lot of pluses. Oh, okay, I have today very good advanced group. Ik zie heel veel plussen. Ik heb een gevorderde groep vandaag. Sometimes I received a question. What is the connection between shamanism and astrology? Soms krijg ik de vraag, wat is de connectie tussen shamanisme en astrologie? And I answer that this is the best, the short way how to understand their planets, how to understand their influences of universe. En ik zeg dat dit de snelste manier is om de planeten en de invloeden van het universum te begrijpen. And I also want very much to teach you how to communicate with the spirits of different planets. En ik wil ook heel graag jullie leren om hoe je kan communiceren met de spirits van andere planeten. For example, I am sure that some of you know that after 21st of December, we will go inside more deeper inside Aquarius era. Ik ben zeker dat sommigen van jullie al gehoord hebben dat we vanaf 21 december dieper in het Aquarius tijdperk zullen intreden. And it's very interesting fact that two big planets. Het is een heel interessant gegeven dat twee grote planeten, Saturnus en Jupiter, will enter the Aquarius exactly in these dates. Het Aquarius tijdperk zullen binnengaan op exact 21 december. Dates of astrological new year which will influence for several more years in the future. Deze dag zal invloed hebben op verschillende jaren die in de toekomst. And if you know how to ask the spirits of Saturn and Jupiter to help you. En als je weet hoe je de spirits van Saturnus en Jupiter kan vragen om om je te helpen. You can create very positive future for you and for your family. Kan je een heel positieve toekomst creëren voor jezelf en voor je familie. Mm-hmm. Because Jupiter, it's the spirit who is responsible for our abundance. Want Jupiter is de planeet die verantwoordelijk is voor onze overvloed. Mm-hmm. And the Saturn is the planet who is responsible for our achievement, our purposes. And also material stuff, material energy. En Saturnus is de planeet die verantwoordelijk is voor de materialisatie en het in de wereld zetten van datgene wat we willen bereiken. So now we are preparing for the new era of Aquarius. And this time, this month is the most important. Dus nu bereiden we ons voor op het nieuwe tijdperk van Aquarius dat er aankomt. En deze maand is de meest belangrijke in die voorbereiding. And you are lucky because exactly in these magical dates, end of December, you will have workshops. En jullie hebben heel veel geluk, want net in deze periode zullen er workshops zijn. Mm-hmm. There is a tradition that if during these dates people come together and do the ritual, their wishes come true very quickly. Er is een traditie die zegt dat tijdens deze periode, als mensen tijdens deze periode samenkomen, dat hun wensen zeer snel zullen gerealiseerd worden. Mm-hmm. And now I offer you to do small practice of materialization. Ik ga jullie nu een kleine oefening aanbieden om deze materialisatie te manifesteren. And if you are ready to do this practice with me, I ask you to put the plus. En als jullie deze oefening willen doen, dan vraag ik om een plusje te zetten in de chat. Wow, many pluses, a lot of energy. I feel hot. Ik heb het warm, heel veel plussen. Heel veel energie. Edelheid? Yes. You're here? Yes. Didn't you hear me? I'm sorry. I am very... Ik voel me heel warm worden, dus er is heel veel energie. Mm-hmm.
Yes. Okay, let's take our hands. Let's take our hands. Neem je handen. And start to heat the palms like this. En warm je handpalmen op deze manier. Very active, heat your palms. Awaken heel actief. En je handpalmen opwarmen. Klap. Klappen. Okay. Again, heat. Opnieuw opwarmen. We should awaken now a lot of energy into our in our hands. We moeten heel veel energie opwekken in onze handen. Okay, one more time clapping. Nog één keer klappen. Last time heat. Laatste keer warmte opwekken. I feel very hot. Ik heb het heel warm. If you feel also hot, it's very good. Als je het ook warm krijgt, is dat een goed teken. Now put your palms at the level of 2-3 centimeters between each other. Nu houd je handpalmen verticaal en een 2-3 centimeter tussen de twee handpalmen. Like this. Dus op deze manier. Yeah. And you can feel some vibrations or maybe some hot energy. En je kan een vibratie voelen of misschien een warme energie. And now with this energy create the ball. And make this ball a little bit bigger. En nu creëren we met deze energie een bal. En we maken de bal een beetje groter. Like energy ball. Zoals een energiebal. Some of you could have bigger, if you have a lot of power. Some of you can have a little smaller. Sommige van jullie zullen een grotere bal hebben als je wat meer energie hebt. Anderen een kleinere bal. Very good. I see how you do it. Wonderful. Okay. Now make this like more strong. Maak hem sterker nu. And now brightly visualize in this ball, in this energy ball, your future. En probeer je nu je toekomst in deze energiebal te visualiseren. Your future, what you want to achieve. Datgene wat je wilt realiseren. Brightly see this and put your intention into your energy ball. Kijk hiernaar met heel veel licht en zet al je intenties in deze energiebal. Very good. And now with inhale, you touch with this energy ball your solar plexus and inhale this power inside your solar plexus. Als je nu inademt, adem, probeer deze energie in te ademen in je solar plexus, je zonnevlecht. Inhale and attract to your solar plexus. Op deze manier inademen en de energiebal naar je solar plexus brengen. Did you understand? Heb je het begrepen? We will do it again together. We zullen het opnieuw doen samen. Again, hitting our palms. Opnieuw de palmen, handpalmen verwarmen. Clapping. Klappen. Heat. Opwarmen. Create the energy ball. De energiebal creëren. And now visualize, you can close your eyes if you want, or with opened eyes. Visualize your what you want to achieve. En nu... Je mag eventueel je ogen sluiten. Probeer te visualiseren wat je zou willen bereiken. And now with inhale, put it into your solar plexus. En met een inademing breng je de energiebal naar je solar plexus. And exhale. En uitademen. Very good. Close your eyes, please, for several moments. Sluit je even je ogen. And feel your solar plexus energy. En voel de energie in je solar plexus. Very good. Brightly see the sun, the big power of materialization in this life. Kijk naar de zon, de grote kracht van materialisatie in dit leven. And ask the sun spirit to help you to achieve your purpose. En vraag de spirit van de zon om je te helpen om datgene dat je wil realiseren te bereiken. Very good. And now with inhale, please open your eyes. En nu met een inademing mag je je ogen terug open doen.
Please put a plus if you feel energized, if you feel good. Zet even een plusje in de chat als je je vol energie voelt en I will als tell je you goed very voelt. interesting fact. Ik zal jullie iets interessants vertellen. Abundance, when we speak about abundance, it's their energetical structure inside us. Als we het over overvloed hebben, spreken we eigenlijk over de energetische structuur die zich in ons bevindt. And also, this is connected with the outside sources of energy. En deze is geconnecteerd met de uitwendige bronnen van energie. And for sure we accept and we understand that universe is very abundant, yes? Natuurlijk begrijpen we dat het universum overvloedig is. And the universe, the highest spirits can give you everything if they want. En de hogere spirits kunnen je alles geven als ze dat zouden willen. And sometimes people ask me, okay, but why if the universe is abundant, why have the problems with abundance? Soms vragen mensen mij, ja, als het universum toch overvloedig is, waarom hebben mensen dan moeite met overvloed creëren? And it's like we accept that yes, it's abundant everywhere, this flow of energy that we can attract. Ja, we begrijpen dat het universum overvloedig is en dat we overal overvloed kunnen aantrekken. But it's like in this moment, in this place, the energy is more or less. Maar het gaat er gewoon over dat op dit moment, op deze plaats, de energie hoog of laag is. And during our seminars, workshops, we will learn how to be in the right position that to accept abundance. En tijdens deze seminaries zullen we leren hoe we op de juiste manier kunnen ingesteld zijn om deze overvloed te aanvaarden. And for this, we should understand the cosmical laws of era of Aquarius. En hiervoor moeten we begrijpen hoe de kosmische wetten van Aquarius functioneren. Because many people, women, write me the questions. I receive several hundreds of questions during the week. Want heel veel vrouwen schrijven me hierover en ik krijg honderden vragen per week. Why? Before, several years ago, I had a lot of money, I had a lot of abundance, but now something changed. Een paar jaar geleden had ik genoeg en veel geld en overvloed en nu is alles veranderd. And once I made the karmical diagnostic for one woman. En één keer heb ik een karmische diagnose gemaakt voor een vrouw. And spirit showed me that in her solar plexus there was like energetical hole, black hole. En de spirits hebben mij getoond dat in haar solar plexus eigenlijk een groot zwart gat zat. Yes. And I saw the spirit who steal, who eat her inner power. En ik zag de spirit die haar innerlijke kracht opat. That's why when she received some money, very soon the money disappeared. Dat is waarom wanneer ze ergens geld kreeg, dat geld ook weer snel terug verdween. Please now put in the chat plus those people who really need and want to increase the level of your abundance, to work with abundance. Diegenen die meer overvloed in hun leven willen creëren, kunnen een plusje zetten in de chat. And if you don't need this topic, please put minus. Als je dit onderwerp niet nodig hebt, mag je een min zetten. Okay, I don't see minuses. Ik zie geen minnen. Okay, it means that we are all united in one purpose to achieve abundance through spiritual growth, through development. Dat betekent dat we allemaal hetzelfde doel hebben en dat is overvloed creëren door spirit. Yes. Okay, I have the gift for you.
Ik heb een cadeautje voor jullie. I want to make a test for you and to give you the guidance how to increase your abundance. Ik wil een testje doen en ik wil jullie de manier of laten zien hoe je de overvloed kan creëren. And what to do during this period before we meet in these days. En wat je kan doen in de eerstkomende dagen voor het seminarie begint. Because already now, astrologically, we start to direct energy for our future. So we're creating program for our future. Want astrologisch gezien beginnen we nu al aan het creëren van de overvloed voor onze toekomst. For this test, you need a list of paper. Voor deze test heb je een stukje papier nodig. And need some pencil. En iets om te schrijven. Do you have it? I can wait 1 minute when you take it. Heeft iedereen pen en papier? It is very, very interesting test which will help you to understand their inner source of your personal power. Het is een heel belangrijke test die je zal helpen begrijpen hoe de innerlijke bron van jouw eigen kracht functioneert. Yes, ready? Okay, everybody ready? I hope so. Maybe you bent klaar. One more minute to wait. Okay. Wonderful. By the way, this shamanic hat I put specially today for you. Trouwens, deze shamaanse hoed heb ik speciaal voor jullie opgezet vandaag. If you will look at my YouTube channel, you will see that a lot of videos they are with not in shamanic hat. Als je naar mijn YouTube kanaal gaat en de video's bekijkt, zal je zien dat er niet veel video's zijn met deze shamaanse hoed op. And very rare when spirit allow me to put hat, shamanic hat, I can go into like video in internet. Het is heel zeldzaam dat de spirit mij toestaat om deze shamaanse hoed te dragen. Because shamanic hat is a very sacred object of power, shaman. Omdat de shamaanse hoed een heilig object is van de shamaanse kracht. And if spirits allowed me to put this hat today for you. En als de spirits mij toestonden om vandaag deze hoed voor jullie te dragen. It means that those women who came tonight. They have super abilities that they have a chance to open. Dat betekent dat de vrouwen die vanavond aanwezig zijn, bijzondere krachten hebben die ook opengemaakt kunnen worden. And be ready that after the webinar, I will continue to work with you to heal your destiny during the night. En wees er klaar voor dat ook na het webinar dat ik nog met jullie aan het werk zal gaan en om jullie deze nacht zal helen. Yes, it's a very big gift from spirit. Het is een zeer mooi geschenk van spirit. Okay, so now we can start. Dus nu kunnen we beginnen. We will do the test which will help you to understand your inner source of energy. We gaan de test doen en deze zal jou helpen begrijpen hoe jouw innerlijke bron van energie eigenlijk werkt. So I ask you to draw, to paint, two things. Ik ga jullie vragen om twee dingen te tekenen. The girl. Een meisje. Girl, yes. And the fire. En het vuur. Fire and the girl. Vuur en het meisje. Very simple task. Heel eenvoudige opdracht. You should not ask me where to paint. In what part of the list. You as you feel, as you want. Just draw it. Je hoeft mij niet te vragen waar of hoe je het moet tekenen. Teken het gewoon. Zoals jij het voelt. Do you understand the task? Begrijpen jullie de test? Yes. It's like this, just somewhere it should be. A woman and the fire. Very good. I understand that you understand. Okay. Yes. Draw a girl and the fire. You will have for these 2 minutes. Je krijgt 2 minuten hiervoor. And after 2 minutes, I will come back to you. En binnen 2 minuten kom ik terug bij jullie.
And I ask the administrator to help me. Maybe you can put some music. Ik ga de administrator vragen om mij te helpen en misschien even wat muziek op te zetten. You can start. Jullie mogen beginnen. My dear, I'm coming back. Okay, ik ben terug. Hope you already made your beautiful painting. Ik hoop dat jullie een mooie tekening hebben gemaakt.
And now look at your pictures. En kijk nu naar uw tekening. Now, please be very attentive because I will explain you how to understand the source of your inner power. Let nu even goed op, want ik ga jullie uitleggen hoe de bron van jullie innerlijke kracht werkt. Mm-hmm. Look at the picture, the size of your girl and the size of your fire. Kijk naar het beeld en kijk naar de grootte van het meisje en de grootte van het vuur. Some of you can have like a big girl and small fire. Sommigen kunnen een heel groot meisje en een klein vuur hebben. Some of you can have small girl and big fire. Sommigen kunnen een klein meisje en een groot vuur hebben. Mm-hmm. And some of you could have like equal, like the same size. En sommigen hebben misschien dezelfde afmetingen voor het meisje en het vuur. Look attentively. And now please write down like one plus if your fire is bigger than the girl. Kunnen jullie in de chat 1 plus zetten als het vuur groter is dan het meisje? Oké, one. Bigger, oké. Uh-huh. Now please, oké. And if you have opposite situation, like your fire smaller than your girl, please put two pluses that I would see. Als jullie meisje veel groter is dan het vuur, mag je 2 plussen zetten. Mm-hmm. Oké. And 3 pluses, please put into our chat. If you have the size, like equal, around the same, the fire and the girl. Degene die het vuur en het meisje ongeveer even groot hebben gemaakt, mogen 3 plussen in de chat zetten. Aha, very, very good. Okay, so what does it mean? Wat betekent dit? Now I will open you this ancient knowledge about yourself. Ik zal jullie nu inwijden in de geheime. If your fire is smaller than a girl, the girl is you. Als het vuur kleiner is dan het meisje, ben jij het meisje. It means that your inner source of energy has potential to grow. Het betekent dat jouw innerlijke bron van energie potentie heeft om nog te groeien. Your inner power should grow if you want to attract, to materialize your wishes. Je innerlijke kracht moet groeien als je jouw wensen wilt materialiseren en aantrekken. Mm-hmm. That it could be like your inner power could be blocked by some karmical reason. Het zou kunnen zijn dat je innerlijke kracht geblokkeerd is omwille van karmische redenen. And maybe you do not have enough self-confidence to do something. En misschien heb je niet genoeg zelfvertrouwen om er iets aan te doen. Mm-hmm. Or some fears block your inner power. Of sommige angsten. Of sommige angsten blokkeren je innerlijke kracht om actie te ondernemen. Mm-hmm. Or maybe you could feel that you can do something more, but you still don't realize your power. Of misschien voel je wel dat je iets meer aan kan of kan doen, maar neem je de stap niet. That it should be something important that you should do in this life, but you still didn't achieve it. Dat er iets belangrijks is dat je in dit leven moet doen, maar dat je het nog altijd niet bereikt hebt. Mm-hmm. And if you will make a picture of your drawings and send to my WhatsApp, I can tell you more about this. En als jullie een foto maken van jullie tekeningen die naar mijn WhatsApp sturen, dan kan ik je meer hierover vertellen. Mm-hmm. Now I ask to put again the number of WhatsApp into the chat that you can make photo and to remember this. Ja, mijn WhatsApp nummer staat nu in de chat. Maak er even een foto van, dan kan je die opslaan. Mm-hmm. So what about the fire? If the fire bigger than a woman? Wat betekent het als het vuur groter is dan het meisje? It means that you have huge energy, a lot of energy. Het betekent dat je heel veel energie hebt. But you do not manage your energy. You do not control your energy.
maar je energie heb je niet onder controle. And that's why you should do special spiritual practices and learn how to manage your power. Daarom zou je, moet je eigenlijk bepaalde spirituele rituelen leren om te leren hoe je die spirituele kracht onder controle krijgt. Very often such women has a lot of sexual energy. Heel vaak hebben dit soort vrouwen heel veel seksuele energie. Yes, and they need to learn how to redirect this energy for their spiritual growth, to open talents, to open predestination. Deze vrouwen moeten leren hoe ze deze energie onder controle krijgen en heroriënteren naar het openen van hun talenten, hun, datgene wat ze willen realiseren. You should learn how to manage your energy. Je moet leren hoe je, hoe je met deze energie omgaat. Mm-hmm. Or sometimes, like there is a spirit who manipulates you. Of soms is er een spirit die je manipuleert. And you cannot do anything with this. En je kan hier niks aan doen. Mm-hmm. And the third option, when the size is equal, the girl and the fire. En de derde optie, wanneer het vuur en het meisje even groot zijn. This is very interesting. Dit is heel interessant. Because it means that in the past lives and in this life, you already accumulated a lot of wisdom and a lot of experience. Dat betekent dat je in je vorige levens en ook in dit leven al heel wat wijsheid en ervaringen hebt opgedaan. Your energy is very harmony, but the most important to go forward. Je energie is heel harmonieus, maar het belangrijkste is om vooruit te gaan. Mm-hmm. It is the sign that you should start to go to spiritual path more deeply. Het betekent dat je eigenlijk dieper op het spirituele pad moet begeven. And the era of Aquarius is exactly your time. En het tijdperk van Aquarius is jouw tijdperk. Mm-hmm. We are all preparing now to this transition. We zijn ons allemaal aan het voorbereiden op deze transitie. And what is it, the sixth race? Wat betekent dat het zesde? Six. It is the people who will have open super abilities. Het staat voor de mensen die superkrachten hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Open chakras, open talents. Hun chakras hebben geopend, hun talenten hebben geëxploreerd. They will see the subtle plan, they will see energies. Ze zullen het subtiele plan zichtbaar maken. Ze zullen energie zichtbaar maken. Mm-hmm. They will see spirits. En ook de spirits. Because if we can communicate with the spirits, we could achieve anything, everything. Want als we met de spirits kunnen communiceren, dan kunnen we alles bereiken. Because there are different kind of spirits. Want er zijn verschillende soorten spirits. Some spirits, they can help you in your business, for example. Sommige spirits kunnen je helpen bij je business, bijvoorbeeld. And if you have some problems in your business, you can ask me, for example, what spirit should help me in my business? En als je bijvoorbeeld problemen hebt in je business, dan kan je Diana vragen, welke spirits moet ik aanroepen om mij te helpen bij mijn business? Recently, I made the individual session for one businessman. Ik heb heel recent een individuele sessie met een businessman gedaan. And he was so worried because the last 2 years his business and income low down. Hij was heel bezorgd omdat de laatste 2 jaar zijn business en zijn inkomen heel erg gedaald was. And he asked help. En hij vroeg hulp. And so when I took my drum. En toen ik mijn drum nam. And when I start to call the spirit of his business. En toen ik de spirit van zijn business aanriep. Because each business has some spirit. Want elke business heeft een soort van spirit. And very often the owner of the business doesn't have any idea how to communicate with the spirit of his business. En heel vaak heeft een business owner geen enkel idee dat er een spirit is of hoe hij met deze spirit moet communiceren. And after the ritual, when I spoke with the spirit of his business, I gave him the message from this spirit.
En na het ritueel, nadat ik met zijn spirit had gesproken, heb ik hem de boodschap doorgegeven. Yes, yes. What to change in his life and in his business? Wat hij moest veranderen in zijn leven en in zijn business. Shaman, me, it's like a translator. En like, shaman. Like Adelheid. Like translator, yes. Ja, een shaman is eigenlijk een soort van vertaler, net als ik. When you will enter the Aquarius era, when you will enter the sixth race, you will do it by yourself. Wanneer je het Aquarius tijdperk binnengaat, wanneer je het zesde grad binnen wordt, dan doe je dat zelf. Yes, but now while you are learning how to do it, you need translator. Maar nu terwijl je het nog aan het leren bent hoe je het moet doen, heb je een vertaler nodig. For example, maybe in the future I will know Dutch language. Bijvoorbeeld, misschien in de toekomst kan ik Nederlands spreken. But today I don't understand Dutch language, that's why I cannot do webinar without Adelheid. Maar vandaag kan ik dat dus niet en dat is de reden dat ik vandaag geen webinar kan geven zonder Adelheid. The same you. Hetzelfde geldt voor jullie. If you need to understand the spirit of your business. Als je de spirit van je business wil begrijpen. Or the spirit who is responsible for your relationship. Of de spirit die verantwoordelijk is voor jullie relaties. Yes. Or for your health. Of voor je gezondheid. You need translation. Heb je vertaling nodig? And of course I will be very happy to help you because it's my mission. En ik zal heel erg graag, heel blij zijn om jullie te helpen, want dat is mijn missie. I'm sure that Tamara, very beautiful soul, will help you to register for individual session with me. Ik ben zeker dat Tamara, die een heel mooie ziel is, jullie zal helpen om te registreren of in te schrijven voor het webinar. Once one woman told me, you know, 10 years I already do not have the partner. Ooit zei een vrouw mij dat ze al 10 jaar geen partner meer had. And I feel like the spirit of loneliness attacked her heart and she started to have very deep stress. En ik voelde dat de spirit van eenzaamheid haar hart was binnengedrongen en ik voelde heel veel stress. Mm-hmm. And when we spoke with her, I found out that this spirit of loneliness came to her from her woman lineage. En toen ik met haar sprak, begreep, met de spirit van haar eenzaamheid sprak, begreep ik dat deze kwam vanuit haar vrouwelijke moederlijn. Yes, because sometimes bad spirits of diseases or some negative influences, they are like coming generation by generation. Want soms komen spirits, negatieve spirits, vanuit andere, aan vroegere generaties. And it was not very easy situation, of course, because we did very deep karmical purification of the lineage. Het was geen gemakkelijke situatie, maar we deden een diepe purificatie van de vrouwelijke moederlijn. Yes, but after the ritual, it was a magic. Maar na het ritueel was het magisch. When I look at her, when she opened the eyes after the ritual, I didn't recognize her. Toen ze haar ogen opende na het ritueel, herkende ik haar niet meer. It was like she lose 15 years. Ze was precies 15 jaar kwijt. Yes, she is a woman around 45, 50 years old. Ze is 45, 50 jaar oud. But when she opened the eyes, it was like 25 years. Young girl, yes. Toen ze haar ogen opendeed, leek ze wel 25, een jong meisje. What happened? This spirit of loneliness and self-pityness attacked her inner energy. Wat gebeurt is dat de spirit van eenzaamheid en attack yourself inside. Jezelf in je binnenkant eigenlijk aanvalt. And many years she couldn't fall in love and couldn't build harmony relationship. En heel wat jaren kon ze niet verliefd worden en harmonieuze relaties bouwen.
because this like black spirit, I saw the color of the spirit, he took away the energy of youth. Ik zag de spirit, de kleur van de spirit was een zwarte energie en het heeft de energie van haar jeugd weggenomen. Mm-hmm. After ritual, in several days, she called me and told, you know, I met a very good person. Na het ritueel, een paar dagen daarna, heeft zij haar opgebeld en gezegd, ik heb iemand ontmoet. I don't know what will be next. Ik weet niet wat er zal volgen. But now I feel very peaceful in my heart. Maar nu voel ik mij heel vredevol in mijn hart. And I know that I deserve to be loved. En ik weet of ik besef dat ik het verdien om lief te hebben. This was a very big transformation inside her. Dit was een heel grote transformatie in mezelf. I hope that maybe in the future you will meet her personally at one of our retreats. Ik hoop dat ik jullie in de toekomst persoonlijk kan ontmoeten op een van onze retreats. Yes, because each year, several times per year, we organize international retreats. Want elk jaar, verschillende keren per jaar, organiseren we internationale retreats. Yes, where we invite really spiritual people from all over the world. En daar nodigen we heel spirituele mensen van over de hele wereld op uit. And I pray that each of you will have a chance to come to such great event. En ik hoop en bid ervoor dat iedereen van jullie ooit de kans krijgt om op zo'n event aanwezig te zijn. Okay, my dear, how are you? Are you not tired? Hoe voelen jullie? Zijn jullie moe? If you feel okay, if you feel fine, please put the plus. Als jullie okay zijn, mag je een plusje zetten. Wow, so many pluses I never saw. It means that you're really women of power. Ik heb nog nooit zoveel plussen gezien. Dat betekent dat jullie echte powervrouwen zijn. Very good. Please don't forget to send your photos to my WhatsApp number if you want to know more about yourself. It is my gift for you. Vergeet niet om jullie tekening naar Diana's WhatsApp te sturen. Het is haar geschenk aan jullie. And for sure, if you still didn't register to our workshops, you should do it as soon as possible. En als je nog niet geregistreerd hebt voor de workshop, dan praat ik je aan om dat zo snel mogelijk te doen. Yes, because from the moment you made this step, you send your energy, your registration, the spirits start to help you from this moment. Want vanaf het moment dat je eigenlijk de stap hebt gezet om hier op deze webinar aanwezig te zijn, vanaf dat moment gaan de spirits voor jou al aan het werk. It's very interesting, but very important cosmic law. Het is een heel interessante, maar een belangrijke kosmische wet. The law of energy exchange. De wet van energieuitwisseling. Yes. And when you give something like energy exchange, like money, when you pay for a workshop, at the same time you free inside you the space for new energy. Can you repeat, because I lost it? I'm sorry. I'm getting tired. This is a cosmic law of energy exchange. It is the cosmic wet van energieuitwisseling. Yes, it's very interesting because when you just decide, make a decision and register to a workshop, for example, and give the sacrifice to be approved to this workshop. Wanneer je beslist om deel te nemen aan deze workshop en ook het geld ervoor betaalt. From this moment, spirit start to help you. Vanaf dat moment gaat spirit jou helpen. Yes. For example, I'm going to come to Belgium in several weeks. Bijvoorbeeld, ik kom naar België binnen enkele weken. Now I'm in Germany. Nu ben ik in Duitsland. But if you register, for example, today, maar als je bijvoorbeeld vandaag inschrijft, you already open this portal to receive energy, healing and support from spirits. Open je al het portaal om energie en ondersteuning te ontvangen van de spirits op dit moment al. And during these several weeks before we meet you personally,
En tijdens deze weken voordat we persoonlijk elkaar persoonlijk ontmoeten. Yes, you will already like switch on this process of purification. Start je eigenlijk al met het proces van purificatie. Yes, and receiving more energy and you will see very positive results in your life. En dus krijg je meer energie en zal je heel snel positieve resultaten in je leven. Because I will guide you step by step during this month. Want ik zal je stap voor stap begeleiden deze maand. And help you to prepare to enter the era of Aquarius. En help jou je voor te bereiden om het tijdperk van Aquarius binnen te gaan. Very good. Now, let's make a little exercise. Spirits told that now it's very important. Laat ons nog een kleine oefening doen. De spirits hebben net gezegd dat het heel belangrijk is. Start to activate your physical body like clapping your body. Begin je lichaam te activeren door het stilletjes te bekloppen. Because now you are distributing and redirecting this energy that you receive through the webinar to your physical body. Omdat je op deze manier de energie die je tijdens het webinar hebt ontvangen over je hele lichaam laat stromen. Because today, due to the shamanic heads, shamanic objects of power, you receive a lot of energy. Want vandaag, omwille van de shamaanse hoed en de shamaanse power objects, heb je heel veel energie gekregen. This energy will help you in your life. And this energy help in your body, in your health. En deze energie zal je helpen tijdens in je leven, maar ook bij je gezondheid. And now you fix this energy in your physical body and pronounce. En nu fixeer je deze energie in je fysieke lichaam en je... I'm healthy. En je zegt, ik ben gezond. I'm strong. Ik ben sterk. I'm positive. Ik ben positief. I'm lucky. Ik heb geluk. So you pronounce everything that you want for yourself. En je spreekt datgene uit, alles wat je voor jezelf wil. And continue to clap and to fix this energy in your physical body. Je blijft kloppen en je fixeert deze energie in je fysieke lichaam. I'm healthy. Ik ben gezond. I'm abundant. Ik heb overvloed. I'm powerful. Ik ben krachtig. I'm happy. Ik ben blij. I'm strong. Ik ben sterk. I'm protected. Ik ben beschermd. Wonderful. You're doing very good. Edelheid, you do it? Are you talking to me? Yes. I'm not doing it because otherwise I cannot... Okay, you will do it after the webinar, yes? Yes, yes. Okay. Yeah, it's very important because this energy that you receive now should be directed to some with some purpose. Het is heel belangrijk dat je deze oefening doet, omdat de energie die je ontvangen heeft zich verspreidt over je lichaam en ook zijn doel bereikt. Now make deep inhale. Adem diep in. Exhale. Adem uit. And I will show you now special breath that help to harmonize your energy, to balance your energy. En ik zal je nu een ademhalingsoefening tonen die je helpt om je adem, om je energie te balanceren. You can do it together with me. Je kan het samen met mij doen. Like inhale and put your hands like this. You're rising up your energy. Inhale. Inademen en hou je handen zo. And exhale. En adem uit op deze manier. Like you exhale. With small portional exhales, like. Ja. Ademt in stukjes uit, niet volledig, maar in stukjes. Again, inhale. Opnieuw. With the nose adem and in. Exhale with the mouth. Exhale, uitademen met de mond, inademen door de neus. Again, inhale. It's very good breath if you have some problems with your blood pressure. Deze ademhalingsoefening helpt goed als je problemen hebt met je bloeddruk. It helps to balance and to harmonize your energy. Het helpt om je
energie te balanceren en harmoniseren. I am waiting, my dear ones, to meet you personally. Ik wacht erop om jullie persoonlijk te ontmoeten. Ik kijk er naar Because uit. Because at our workshops we will do a lot of useful practices with you. Want tijdens onze workshops gaan we heel veel nuttige oefeningen doen met jullie. Very beautiful shamanic rituals. Heel mooie shamanistische rituelen. And also we will work a lot with feminine energies. Be ready. En we zullen ook heel veel met vrouwelijke energie werken. Because it's also abundance. Want dat is ook overvloed. Yes, relationship is also one part of abundance for women. Relaties is ook een deel van overvloed voor vrouwen. Please put plus if you are ready. Zet een plusje als je het klaar voor bent. If you are ready to meet together in December and we will do physically all these exercise rituals and this is much more power, much more energy. Als we elkaar in december persoonlijk ontmoeten en al deze oefeningen doen, is nog veel meer energie en veel meer kracht. Yes. And now I feel that our hearts are united with one flow of energy. En nu voel ik dat al onze harten verenigd zijn in één flow van energie. And I also want to invite you to meet one of my spiritual sisters, master, enlightened priestess. En ze willen ook dat ik jullie een van mijn collega's, priesteres, een shamanistische healer voorstel. Yes, you will have also darshans and I will send you the link. Ik zal jullie de link doorsturen. Ze geeft ook darshans. Mm-hmm. Recently she gave me this magic object. Ze heeft me onlangs dit magische object gegeven. This is special spirit. It's dit feminine een, spirit. Dit is een speciale vrouwelijke spirit. Mm-hmm. This is like pyramid, shell pyramid. Dit is als een piramideschelp. And she told me, when you will meet women. En ze zei me, als je vrouwen ontmoet. Let's do together meditation and pray for all women in the world. Laat ons samen meditatie doen en bidden voor alle vrouwen in de wereld. And this object of power, this shell of enlightenment, will send your love to all women in the world. En dit object van verlichting zal liefde sturen naar alle vrouwen in de wereld. Yes, because this object of power, like transferring the energy to all women. Want dit krachtobject transfereert alle energie naar alle vrouwen. Mm-hmm. And now let's together inhale this energy to your womb. Laat ons de energie van dit krachtobject inhaleren naar onze baarmoeder. And with exhale through your heart, please together, let's direct this energy to all women in the world. En uitademen vanuit het hart en laat ons deze energie sturen naar alle vrouwen in de wereld. Yes. So inhale into your womb, into your uterus. Dus inademen naar je baarmoeder toe. And feel this pure energy of love. En voel deze pure liefdesenergie. Feminine energy. And with exhale, you direct through your heart your prayer to all women in the world. En als je uitademt, dan stuur je deze energie naar alle vrouwen in de wereld. Let's do inhale. Inademen. And exhale. En uitademen. You continue to breathe in such way. Adem verder op deze manier. If you want, you can close eyes. Je mag je ogen ook sluiten, als je wil. And let's brightly imagine all women who need today our help. En laat ons alle vrouwen voorstellen die vandaag onze hulp nodig hebben. Maybe you know these women who need your help and support. Think about misschien,
Misschien ken je de vrouwen die jouw hulp en ondersteuning nodig hebben. Maybe you don't know yet these women, but they live in Belgium somewhere. Misschien ken je ze nog niet, maar ze wonen misschien wel in België ergens. Maybe these women live in some countries around Belgium. Misschien wonen ze wel in landen rond België. In Europe. In Europa. In Americas. In Amerika. In Afrika. In Afrika. Let's send them our support and prayers. Laten we onze steun en onze gebeden naar hen sturen. Let's wish them to believe in themselves. Laten we ze wensen dat ze in zichzelf kunnen geloven. Let's wish them not to betray themselves. Laten we ze wensen dat ze zichzelf niet bedriegen. To find the spiritual knowledge. En dat ze de spirituele kennis mogen vinden. To find the spiritual school. En dat ze een spirituele school mogen vinden. To find the same-minded people. En gelijkgestemde zielen kunnen vinden. To open the predestination. Om hun voorbestemdheid te open te maken. To protect their children, their families from all negative influences in this world. Om hun kinderen en hun families te beschermen van alle negatieve invloeden in deze wereld. Let's send them our love. Laat ons onze liefde sturen. And together, with singing mantra Aum, we will send them this energy. En samen zullen we de mantra Aum zingen en hen onze energie sturen. Let's together inhale. Laten we samen inademen. And crossing hands on the chest, bow down. Kruis je handen op je borst en buig. To thank light spirits, to thank divine power for this beautiful mission to help other people. En de spirits te bedanken en te bedanken voor de mooie missie om andere mensen te helpen. This shell will stay together at my altar at night. Deze schelp blijft vannacht op mijn altaar staan. With other objects of power, with my spirit helpers. Met andere krachtobjecten en mijn spirituele helpers. And during the night, I will come to some of you to help you to heal your destiny. En vannacht kom ik langs bij sommigen van jullie om jullie te helpen met het bereiken van datgene wat je wil bereiken. And if you have your personal questions, please write me at WhatsApp, at email. It's my mission to help you. En als je persoonlijke vragen zou hebben, mag je mij schrijven via WhatsApp of via e-mail, want het is mijn missie om jullie te helpen. Namaste. And Namaste. See you very soon in our beautiful workshops. En hopelijk zien we elkaar snel in onze mooie workshops. Thank you very much. Dank je heel erg. Of heel erg bedankt. Namaste to all of you, very beautiful participants of today's webinar. Namaste aan al jullie mooie deelnemers van dit, aan al de mooie deelnemers van dit webinar. You have received such a big flow now from Diana Swamy. I'm very happy for you to meet her. Jullie hebben een hele mooie flow ontvangen van Diana en ik ben heel blij voor jullie dat jullie haar hebben kunnen ontmoeten. This is a slide for you with all the contact information. And you can make a photo to have it with you. Dit is de slide. Jullie zien nu de slide met alle informatie. Je kan daar een foto van maken, zodanig dat je de informatie kan bewaren.
And we have also put all these contacts in the chat, so you can copy. We hebben ook alle contactgegevens in de chat gezet, dus daar kan je ook een kopietje van nemen. We invite you to use this chance now and send the photos to the WhatsApp of Diana to receive this personal message, personal diagnostic. Ik stel jullie ook voor om de foto's die jullie genomen hebben van de tekening naar Diana te sturen, zodanig dat je een persoonlijke interpretatie en boodschap van haar kan ontvangen. We invite you to join to this amazing masterclass that she prepared specially for you. We raden u aan, of wij zouden graag hebben dat jullie ook registreren voor de speciale masterclass die zij voor jullie heeft ontwikkeld. And for sure, if you have some deeper situations, maybe today you will have very special dreams, you can always write.